Bij het ontstaan van de ziekte van Graves had ik klachten van extreme vermoeidheid, kort lontje. Dat kort lontje dat uitte zich in onaardig of kort af zijn naar klanten aan de balie. Waar ik door mijn baas op werd aangesproken dat ik dus veranderd was qua gedrag. Niks is goed. Niemand deugt, dus Guus moest het thuis ook wel ontgelden. Ja, je bent heel vaak boos op hem om niks eigenlijk. En dan niet gewoon boos, maar dan ga je echt tekeer. En dan na die tijd dan denk je van, dit had ook niet gehoeven. En dat vind je dan ook weer niet leuk, dus dan ging ik dan weer om huilen. Zo niet jezelf. En daarbij lag ik dus wakker 's nachts. Zonder dat je weet waarom. Niks te piekeren, maar je ligt wakker. En daardoor raak je nog steeds natuurlijk ook weer vermoeide en korter lontje. Dus het is eigenlijk, ja, je bent jezelf niet. Je bent jezelf kwijt. Als je de klachten hoort, dan hoort het echt bij depressie. Dat jij gewoon doodmoe bent, eigenlijk niks wil, niks kan, nergens zin in hebt. Je wil eigenlijk alleen maar in je bed liggen. Je wil eigenlijk niemand zien, je wil eigenlijk niks doen. En ja, ook, ja, ik heb nooit echt de gedachten gehad, bij wijze van spreken, van ik moet er een end aan maken of zo. Hè, dat soort dingen. Dat heb ik nooit gehad. Nooit. En daar ben ik eigenlijk altijd achteraf wel blij en dankbaar om. Maar het was eigenlijk, je had eigenlijk gewoon nergens zin meer in. Helemaal niets meer willen. Niks. Helemaal niks. Moppers, niente. Het is nu nog heel erg lastig om me te concentreren. Op zich gaat mijn lijf slecht, maar mijn hoofd gaat ook af en toe heel erg slecht. Ik kan soms niet uit mijn woorden komen. Dat zal je af en toe ook wel eens merken. Dat ik helemaal moet denken welk woord ik moet gebruiken. Zo van, goed, ik zit op iets met twee wielen en een fietsbel. Hoe heet zo'n ding? Een fiets, ja. Je komt niet uit je woorden. Je moet heel erg nadenken wat je wil gaan zeggen. Heel erg nadenken. Als je iets goed moet onthouden, je vergeet heel veel. En dat zijn dingen die horen erbij. Tenminste voor mij. Het hoeft niet voor iedereen, maar voor mij horen ze erbij. En ik ben zelfs wel eens bang geweest dat mijn geheugen heel slecht was. Denk ik, word vast dement. Maar want dat valt wel mee, want dat is dementie zo af en toe en soms ook helemaal niet. Dus dat scheelt. Dus ik ben niet zo bang meer, maar het is wel ontzettend vervelend. Welkom bij ons in het Schildkliercentrum Zuid, het schildkliercentrum van het Zuiderland Medisch Centrum in Zuid-Limburg. En wij zijn gevraagd om u wat te vertellen over de effecten van schildklierhormoon in het brein en de effecten op hoe wij ons voelen en wat er met ons gebeurt. Ik denk dat het goed is om u wat te vertellen over ons schildkliercentrum. Wij zijn een schildkliercentrum met heel veel specialismen binnen één centrum en wij werken dagelijks heel veel met patiënten met schildklierproblemen, van mensen met schildklierkanker tot een uitval van de schildklier of een te snel werkende schildklier. Ik zal u dan ook eerst wat vertellen over de werking van de schildklier en dan gaan we door naar waar het eigenlijk om gaat in deze webinar. Maar dan heeft iedereen de voorinformatie en begint iedereen met een eerlijke start. We hebben verschillende aandoeningen van de schildklier en daarbij kan die te traag werken of te snel werken. Als we kijken naar de te traag werkende schildklier, dan komen er eigenlijk twee niveaus waar het probleem kan zitten. Eentje is in de aansturing van de hersenen naar de schildklier en de ander is bij de schildklier zelf als probleem. Nou, als we dan kijken naar hoe de schildklier werkt, dan hebben we altijd mooie plaatjes van het hele brein en het hele systeem. Maar dat kunnen we wat versimpelen door alleen te kijken naar de hypofyse en de schildklier. Grosso modo komt het erop neer dat de hypofyse de schildklier aanstuurt om schildklierhormoon te maken. En als je dan wil kijken waar het probleem zit, dan kan je kijken in het bloed naar het TSH en het vrije T4.
En vrij T4 is dan het schildklierhormoon en TSH is het hormoon vanuit de hypofyse. En als je ziet dat het schildklierhormoon laag is, maar het signaal vanuit de hersenen staat gewoon aan, dan weet je dat het probleem niet in de hersenen zit, maar in de schildklier. En als je ziet dat het signaal uitstaat vanuit de hypofyse, dan weet je dat daar het probleem zit. Als we dan kijken naar de meest voorkomende oorzaken van te weinig schildklierhormoon, dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan Hashimoto. En de tegenhanger van Hashimoto, die heel veel in Nederland voorkomt, is idiopathische hypothyroïdie. En dat is eigenlijk niks anders dan een duur woord voor wij weten ook niet waarom uw schildklier is uitgevallen. Verder zijn er nog allerlei andere oorzaken. Bijvoorbeeld als je geopereerd bent en je hebt geen schildklier meer, ja, dan doet hij het natuurlijk ook niet meer. En zo zijn er nog tal van redenen te verzinnen waarom die het niet zou doen. Als we kijken naar de meest voorkomende oorzaken, de Hashimoto en de idiopathische vorm, dan gaat het eigenlijk om de TPO-antistoffen die uw dokter wellicht geprikt heeft in het bloedonderzoek. TPO-antistoffen zijn dus antistoffen die tegen de schildklier reageren en die zorgen eigenlijk dat de jodiumgroepen niet goed aan elkaar gekoppeld kunnen worden, waardoor je geen schildklierhormoon kan maken. Dat komt er dus eigenlijk op neer dat je een soort van reactie hebt, zoals tegen een virus of een bacterie, maar dan tegen je schildklier, waardoor je schildklier geen hormoon meer kan maken. Die antistoffen die kan je meten in het bloed. Ik doe dat persoonlijk wel vaker, omdat ik het interessant vind om te kijken waarom heeft iemand nou uitval van een schildklierziekte. Er zijn ook collega's die dat niet doen en dat, daar is ook wat voor te zeggen, omdat het daadwerkelijk voor de behandeling niet zoveel uitmaakt of je die antistoffen nou hebt of niet. Want de behandeling, namelijk het geven van schildklierhormoon, is hetzelfde. Als we dan kijken naar de behandeling daarvan, dan kan je dat behandelen met schildklierhormoon. En daar zijn verschillende vormen van. Je hebt T4 en je hebt T3. T4-hormoon, als je dat nou in het bloed bekijkt of het hormoon wat je als pil neemt, dat is een makkelijk te bepalen hormoon in het bloedonderzoek. Het is vrij simpel voor het lab om dat te controleren. Het is ook iets wat heel stabiel blijft in het bloed. En het is daarom makkelijk te behandelen als in pilvorm. Als je kijkt naar T3, dan is dat wat vluchtiger. Dat moet je vaak ook meerdere keren per dag nemen. En is het wat lastiger te bepalen. Ook is het zo dat T3 is met name belangrijk op celniveau. Het lichaam kan zelf van T4 T3 maken en kan zelf per cel op celniveau bepalen hoeveel die dan wil. En dat is ook de reden waarom soms uw dokter zal zeggen dat in uw geval T3 bepalen wel of niet handig is. Nou, er zijn er verschillende soorten schildklierhormonen als we even naar T4 kijken. Want T4 is de meest gebruikte vorm om mensen te behandelen. Als we dan kijken naar de effecten van schildklierhormonen op het brein, ja, dan is het belangrijk om te kijken van god, wat doet dat nou? En dat kan je op een paar manieren nakijken. Je kan kijken van god, wat doet het in het ongeboren kind? Hè? Wat doet het in de buik? En wat doet het op het moment dat iemand geboren is en wat voor effecten heeft het dan? Als je kijkt naar het belang van schildklierhormoon, dan weten we dat dat echt al op jonge leeftijd in de buik, zeg maar, dus vroeg in de zwangerschap, van belang is. Als baby's in de buik te weinig schildklierhormoon krijgen, omdat dat te weinig wordt gemaakt bij de moeder, dan zie je dat er een probleem is in de ontwikkeling van het brein. Dat heeft een paar gevolgen. Enerzijds kan het brein er ook daadwerkelijk anders uitzien. En daarnaast is het zo dat het brein ook anders functioneert. En dat kan zijn van een achterstand tot echt een mentale beperking. Als we dan kijken in volwassenen wat het doet, dan zijn de meest gekende symptomen van mensen met een te weinig hoeveelheid schildklierhormoon zijn dat ze moe zijn en loom zijn en zich sloom voelen en eigenlijk weinig energie voelen om iets te ondernemen. En als dit verder gaat, dan kan het zich ook bijvoorbeeld uiten in een depressie of in angst. Dus we zien dat schildklierhormoon heel belangrijk is in hoe je je voelt en hoe je prikkels ervaart.
En van sommige dingen waar je normaal blij van zou worden, voel je dan zeg maar geen fijne emotie bij. Gewoon omdat het schildklierhormoon niet op orde is. En als je dan kijkt in het brein, dan zie je dat die schildklierhormoonantennes overal zitten in het brein. En ik kom daar zo nog even op terug, maar het valt me erg tegen dat als je gevraagd wordt voor een webinar over psychische klachten bij schildklierhormoonproblemen, hoeveel onderzoek je daar nou daadwerkelijk over vindt bij mensen. Dus ik heb noodgedwongen een plaatje toegevoegd van een schildklierantennes in het brein van een vogeltje, omdat ik die gewoon niet goed kon vinden voor mensen. Terwijl we toch best wel goede technieken hebben tegenwoordig om dat te onderzoeken. Maar het is echt een onderbelicht onderwerp. En als je dan kijkt ook op internet over in medische zoekmachines over de hoeveelheid publicaties, nou, dan zie je meer dan 5000 publicaties over schildklierproblemen. En je ziet er echt een handjevol over de psychische effecten van schildklierproblemen. Dus daar is duidelijk echt nog heel veel werk te doen. Dit was het stukje over hypothyreoïdie. En dan zien we dat als je te weinig schildklierhormoon hebt, dat dat tal van problemen kan geven in heel het lichaam. De vraag is ook dan hoe reëel het is of je dat nou met één pilletje per dag opgelost krijgt. En wij merken in ons schildkliercentrum, en dat was ook de reden dat ik hier graag aan meewerk, dat wij daar vaak niet door het veranderen van een dosis of een pilletje komen. Vaak hebben we de hulp van een psycholoog nodig om toch te zorgen dat die patronen die zijn ingesleten in het brein, de gevoelens die mensen daarover hebben, om die toch ook los aan te pakken van alleen het goed in het bloed goed instellen van het schildklierhormoon. Als we dan kijken naar de te snel werkende schildklier, dan hebben we daar ook meerdere oorzaken van. Maar eigenlijk de belangrijkste oorzaken die zijn allemaal op het gebied van de schildklier zelf. En de meest bekende is wel de ziekte van Graves. De ziekte van Graves is een schildklierziekte waarbij je een antistoffen maakt zelf tegen de schildklier. En je moet het zien alsof het een bacterie of een virus bestrijdt. Maar dan gaan die antistoffen op de schildklier plakken en zorgen dat de schildklier te hard gaat werken. Nou, andere mogelijkheden van oorzaken zijn bijvoorbeeld een struma met een knobbel erin of meerdere knobbels. Dat zijn dan goedaardige knobbels die te veel schildklierhormoon maken. Als we dan kijken in het bloed zie je dan dat het TSH laag is en het vrij T4 te hoog. En dan zie je dus er is te veel schildklierhormoon en het brein registreert dat wel en die zet het signaal uit. Maar alsnog maakt die schildklier zelf te veel schildklierhormoon. Als we dan kijken naar de effecten van een te snel werkende schildklier in het ongeboren kind, hebben we daar ook best wel wat ideeën van hoe dat werkt. Want zeker bij de ziekte van Graves, die antistoffen die kunnen over de moederkoek naar het kindje komen. Dus als de antistoffen fors verhoogd zijn, dan kan het kindje ook een te snel werkende schildklier krijgen. Daar hoeft u niet acuut bang voor te zijn, want uw internist en uw gynaecoloog die houden dat allemaal netjes in de gaten. En die hebben ook vaak overleg, in ieder geval in ons centrum, over op het moment dat antistoffen te hoog zijn en dan komen er extra controles. Maar we weten dus dat een kindje in de buik een te snel werkende schildklier daardoor kan krijgen. En dat uit zich eigenlijk op dezelfde manieren waarop dat zich bij volwassenen uit, zoals afvallen of een te snelle hartslag. En dat kunnen wij dus zien op de echo. Dan zie je dat het gewicht van het kindje afneemt of dat het niet verder groeit en dat de hartslag te hoog is. En als ik we zeg, bedoel ik de gynaecoloog die dat kan zien, want de internist die ziet dat niet. Als we dan kijken naar de effecten van het te snel werkende schildklier op het brein. Ja, we zeiden net al dat die antennes overal in het brein zitten. Dus u kunt zich voorstellen dat dat in het hele brein dan ook effecten heeft. Maar hoe dat precies werkt, weten we eigenlijk helemaal niet zo goed. We weten wel welke symptomen je daarvan kan krijgen. En iemand die te veel schildklierhormoon heeft, die voelt zich opgejaagd, die voelt zijn hartkloppingen, die voelt vaak een verhoogd gevoel van stress. En angst is iets wat ik in de praktijk ook heel vaak terughoor. Mensen zijn banger voor dingen.
En mensen kunnen ook een angststoornis of een paniekstoornis ontwikkelen. En dat betekent dat je heel erg angstig bent of heel erg paniekerig bent of aanvallen krijgt van paniekaanvallen. Als dit verder gaat en dat wordt erger, kan dat zich ook in iets uiten wat wij een psychose noemen. En dat betekent dus dat je eigenlijk helemaal de weg kwijt bent door jouw angst of paniek. En daar kan je ook heel erg achterdochtig bij zijn. Dus het heeft een heel duidelijk effect op het brein en hoe wij dingen ervaren. En het is dan in die zin ook jammer dat we daar niet zo heel veel informatie over hebben hoe dat precies werkt. Gelukkig wordt in Nederland een te snel werkende schildklier door de huisartsen heel snel opgepikt. Of door andere artsen, maar meestal is het de huisarts. En wordt er dan ook snel behandeling ingesteld om te zorgen dat je zo min mogelijk risico loopt op dit soort problemen. Maar er zijn ook mensen onder ons die, waarvan we weten dat ze het hebben en die de medicijnen niet nemen of niet kunnen nemen. En daardoor langdurig te snel werkende schildklier hebben en daar zien we dit soort problemen. We weten dat er... Althans, we denken dat er mogelijk ook veranderingen in het brein plaatsvinden bij kinderen, bij jonge kinderen die blootgesteld zijn aan langdurig te snel werkende schildklier zonder dat dat is opgepikt. Alleen hoe dat precies werkt, dat is eigenlijk helemaal niet goed uitgezocht. En u kunt zich voorstellen dat ook heel lastig is om te onderzoeken, want je gaat natuurlijk niet mensen expres zo rond laten lopen om maar te kijken wat er gebeurt. Als we dus kijken naar het hele palet van schildklieraandoeningen, zien we dat het een enorm effect heeft op hoe we ons voelen. En dat kan in een dempende zin zijn, dat je nergens zin in hebt, dat je je loom en sloom voelt. En dat je je heel erg verdrietig en angstig en depressief kan voelen, totdat je je heel erg opgejaagd kan voelen. En dat opgejaagde, als je dat maar niet onderkent en dat loopt maar door, dan kan je uiteindelijk iets ontwikkelen dat heet een thyrotoxische storm. En dat zit helemaal aan het andere uiteinde. Dus we hebben een te traag werkende schildklier, een te snel werkende schildklier en echt een veel te hard werkende schildklier. En zo'n thyrotoxische storm, daar zien we ook heel vaak psychische problemen mee. En waar we vaak de hulp van de psycholoog of psychiater bij nodig hebben om dat samen met ons tot een goed einde te brengen. Al met al heb ik u dus verteld dat er heel weinig echt onderzoek naar gedaan is over hoe dat zit. Maar wees niet getreurd, dat was ons al opgevallen. Daar zijn we mee bezig. En we hebben gelukkig in Nederland ook een heel goede samenwerking met alle dokters die zich veel bezighouden met mensen met schildklieraandoeningen. En zeker ook bij ons in ons centrum zijn wij veel bezig om te kijken naar hoe kunnen we mensen daar zo goed mogelijk bij helpen. Wij hebben daarvoor een combinatiespreekuur met een psycholoog, waarbij mensen met problemen met instelling of klachten, ondanks dat het bloed er goed uitziet, samen zien met de psycholoog om te kijken, nou, waar kunnen wij nog winst behalen? Wat kunnen wij hier nog aan doen om te zorgen dat de kwaliteit van leven beter wordt? En in onderzoeksverband zijn er ook bij ons in het centrum, maar ook nationaal samenwerkingen om te kijken hoe we toch echt vooruit kunnen komen en ook op dit gebied vordering kunnen maken. Dus we weten dat er een groot probleem is en wij voelen ons in die zin nog klein met weinig kennis hierover, maar wees niet getreurd. Wij gaan hier zeker achteraan en wij bijten ons erin vast net zolang tot we duidelijker weten hoe dit zit en hoe we mensen daarmee kunnen helpen. In Zuidland, hier op de in het Schildkliercentrum Zuid, werken jullie met een gecombineerde poli. Kun je vertellen waarom jullie dat doen? Nou, we zien veel patiënten met problemen, met schildklierproblemen die ook psychische problemen ervaren. En ik had eigenlijk als internist altijd het idee dat ik hier ophield met behandelen. En ja, je kan, als je veel van schildklierhormoon weet, kan je wel veel bereiken door verandering van merk of verandering van dosering. Maar ik had altijd het idee dat ik toch niet daar kwam waar ik zelf vond dat we zouden moeten komen om te zorgen dat het beter gaat. En dus heb ik contact gezocht en samen met de medische psychologie en
combinatiespreekuur ingericht. En dat zijn we eerst gaan proberen van, goh, hè, is dit iets, zijn we een aanvulling voor elkaar? En daar waren we eigenlijk allebei ontzettend enthousiast over, waarvan we dachten, nou komen we echt verder. En daar zijn we dus eigenlijk nooit meer mee opgehouden. En hoe reageren patiënten daarop? Ja, die vinden het eigenlijk wel heel erg fijn. En ik merk eigenlijk twee dingen daarin. Enerzijds is het natuurlijk ook wel een drempel als je verwezen wordt naar de psycholoog. Hè. Dus dan kwam je eerst bij een internist en die deed van alles. En dan zei hij vervolgens, na zoveel consulten, van ga nu nog maar eens een keertje naar de psycholoog. Hè. Dat kan ook. Maar ja, we merkten dat daar wel een drempel zit dan om dat dan te gaan doen. Terwijl ja, bij mij in mijn centrum hier heb je niet zo heel veel keuze. Je kan ook zeggen dat wil ik niet. Maar ja, als je een bepaald klachtenpatroon hebt en we bekijken dat allemaal goed en we triëren dat goed, ja, dan belt een verpleegkundig specialist je op en die zegt dan van, ik denk dat u toch echt goed in aanmerking komt voor zo'n combinatiepoli. Ons voorstel is dat we dat gewoon in één keer met z'n tweeën aanvliegen. En dat is wat ik merk, dat de drempel voor patiënten lager wordt. En ik heb zelf ook het idee dat patiënten zich daardoor ook gewoon heel serieus genomen voelen. En dat is natuurlijk ook zo. Hè. We kijken al vanaf voordat de patiënt er is, kijken wij duidelijk naar, wat willen we bereiken? Hoe gaan we dat bereiken? Ja, ik hoorde ook iets vertellen over de tijd die jullie nemen voor een patiënt. Daar was ik wel van onder de indruk. Ja, goed, als we zo'n combinatiespreekuur doen, dan is het dus niet zo dat wij naast elkaar zitten. Wel in de kamers naast elkaar, maar niet allebei in één kamer. In uitzonderlijk geval doen we dat wel eens, maar dan is het om een specifieke reden. Maar in feite is het zo dat je eerst bij de internist komt, en bijvoorbeeld bij mij. En dan zoek ik eerst alles op mijn vakgebied uit en dan kijk ik, hebben we het nou echt over een schildklierprobleem of speelt er mogelijk nog wat anders? En dan ga ik, als het echt om de schildklier gaat, ga ik kijken wat ik daar dan nog in kan betekenen. En vervolgens heb je direct aansluitend een consult bij de psycholoog. En wat dan tussendoor gebeurt, is dat de internist dan overlegt met de psycholoog, met luister, dit zijn mijn bevindingen. En dan weet de psycholoog ook heel goed waar zij dat kan oppakken en hoe dan verder. En hoe lang is zo'n patiënt dan bezig in dat dubbele consult? Dat is een beetje de vraag hoeveel tijd er verstaat en hoeveel tijd je ermee bezig bent. Want ik stop er altijd iets meer tijd in dan dat ze verstaat. Maar ik denk dat we ze rustig anderhalf uur zoet houden bij ons. Ja, dus dat er echt uitgebreide tijd voor genomen wordt. Mooi. Roderick, je gaf net al aan dat jij bijvoorbeeld als specialist inschat en ook aangeeft van misschien helpt het u als u in een gecombineerd gesprek ook met een medisch psycholoog praat. Onze ervaring is, dat geven ervaringsdeskundigen ook aan, dat het moeilijk is om als je die psychische klachten hebt te bepalen op welk moment je daar hulp voor moet zoeken. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, dat is ook erg lastig. Hè? Vaak zijn dingen die het is niet van op de een of de andere dag anders. Hè? Je voelt je steeds iets vermoeider of steeds iets neerslachtiger of steeds iets gejaagder. Wat ik altijd zeg tegen mijn patiënten is, praat erover met je partner of je naaste, want dat zijn vaak de eerste mensen die het merken. Ja. En soms zie ik dan iemand schuifelen op de stoel en die zegt, het gaat wel. En dan kijk ik de partner aan en dan zeg ik, en hoe gaat het echt thuis? En dan zegt hij, ik denk dat de dosering wel wat omlaag mag, dokter. En dan vaak hebben de partners ook wel gelijk. Dus ik denk dat het belangrijk is dat als er iemand in de omgeving is waar je veel contact mee hebt, of je echtgenoot of echtgenote, dat je, of de kinderen, dat je dan daar ook af en toe mee in ieder geval het zo open laten sfeer dat men ook kan aangeven om te zeggen van, goh, luister, misschien ben je gewoon gestrest, maar laat je schildklierfunctie nog eens controleren. Ja, eigenlijk zeg je van de mensen die van je houden om je heen, die kun je vragen van, joh, vind je dat ik me anders gedraag? Zie je veranderd gedrag? En je weet dan dat het heel goed kan komen door je medicatie en de instelling daarop. Ja. Ja, dat lijkt me een heel mooi advies. Vaak worden er referentiewaarden gehanteerd, of altijd worden er referentiewaarden gehanteerd. Maar stel je TSH valt binnen die referentiewaarden, maar je ziet dat de patiënt toch echt loom en sloom is. Dan ga je over tot actie. Ja, dan jeuken mijn handen wel om daar wat aan te doen, inderdaad. En ik ben nooit zo'n gelover van, het is binnen de normaalwaarden, dus het is goed. En mijn opvatting is dat
iedereen een beetje zijn eigen waarde heeft waar die rond hangt. En dat verandert ook met het leven. Dus het is niet zo dat als je 20 jaar geleden met een TSH van 1 goed zat, dat nu dus altijd maar 1 is tot je 80 bent. Maar ik denk wel dat het loont om voor individuen, dus gewoon voor mensen zelf, te kijken, ook binnen het referentiegebied, van goh, kan je hier nog iets betekenen? Want ja, wat let je als iemand een hoger TSH heeft, terwijl het nog wel net goed is, maar iemand voelt zich loom, sloom, depressief. Wat let je om de dosis wat te verhogen, om te kijken of je een keer een lager TSH kan nastreven? Misschien voelt iemand zich wel veel beter. Ja, dus je kijkt echt naar de mens, naar de patiënt, wat daar nodig is. En daarbij weet je ook dat dat kan fluctueren met die referentiewaarde. Dat wat voor de een geldt niet per se ook voor die andere patiënt hoeft te gelden. Dat is de ervaring natuurlijk ook. Ja, dat is hoe wij werken. En dat is ook hoe wij het. Dit is onderdeel van hoe wij werken. Maar dit is ook onderdeel van hoe wij bedacht hebben hoe wij het schildkliercentrum zien. We zijn gewoon met een leeg A4'tje begonnen met als ik nou een schildklierpatiënt zou zijn, wat zou ik nou zelf willen? Zou ik dan gepingpongd willen worden tussen verschillende afdelingen? Of wil ik dat ze samenwerken en dat je van de een direct door kan naar een ander? Nou, allemaal dat soort dingen. Dat is een van de redenen waarom ik zelf heb geleerd om echo's te maken. Omdat ik het handiger vond, als we het nou over die nodes hebben op de poli, over zo'n schildklierknobbel, dat je hem dan zelf ook kan afbeelden en kan zeggen tegen iemand van, kijk, daar gaat het nou om. En u heeft klachten omdat hij precies daar drukt. Of uw klachten kunnen daar niet van zijn, want kijk, hij zit op een heel andere plaats. Maar dan weet je tenminste samen waar je het over hebt. Ja. Nou, en dat geldt ook voor werken binnen die referentiewaarde. Ik denk dat je echt gewoon naar mensen zelf moet kijken waar je hun mee kan helpen. Ik proef er ook een beetje in dat je echt belangrijk vindt om dat gesprek met die patiënt te voeren. En ook uit te leggen wat er mogelijk is, maar ook de alternatieven. Hè, van het kan zus of het kan zo. Daar proef ik ook duidelijk samen beslissen in. Hè. De campagne waar we eigenlijk al een aantal jaren mee werken. Herken je dat ook? Is dat bewust dat jullie die patiënt zo meenemen en zijn eigen beslissingen laat nemen? Ja, dat is bewust. Waarbij ik het belangrijk vind dat iemand invloed heeft op de beslissingen die genomen worden. Ik ben wel zo reëel om te vinden dat vaak hangen beslissingen ook af van hoe de dokter iets vertelt of wat de dokter zijn voorkeur is. En ik denk dat het heel belangrijk is in dat hele traject van samen beslissen, om dat je altijd te realiseren als dokter. En daarom probeer ik ook gewoon de opties uit te leggen welke er zijn, met de voor- en nadelen zoals ik ze zie. En ja, dat doe je dan in gesprek met de patiënt, want ja, die geeft aan wat voor hem of haar belangrijk is. Ja, ja. Dat vinden wij als patiëntenorganisatie natuurlijk heel belangrijk en goed om te horen dat dat ook gebeurt. In onze besloten Facebookgroepen wordt gesproken over een combinatiebehandeling T4-T3, wat een optie zou zijn. Herken je dat? Ja, dat herken ik. En dat doe ik ook wel eens in uitzonderlijke gevallen. De meeste mensen zijn met T4 alleen te behandelen. Maar we weten nog niet zo heel goed of het nou echt helpt. En het punt is, de T3-preparaten die in Nederland op de markt zijn, die hebben niet dezelfde dosering als die je in het menselijk lichaam tegenkomt. Dus je bent ook niet echt heel duidelijk de biologie aan het nabootsen, want dat is wat je dan zou proberen. Mm-hmm. Maar er is in Nederland wel een heel leuk initiatief gekomen vanuit Rotterdam en Nijmegen om een T3-T4 onderzoek op te starten. En daar doet het Zuiderland zeker ook aan mee. En dat gaat hopelijk binnenkort van start. En dan kunnen wij ook direct mensen daarvoor includeren. En dan is het eigenlijk op heel veel centra in Nederland hebben zich aangesloten om samen uit te zoeken van, komen we hier echt verder mee? Ja. Ja, mooi om te weten dat dit onderwerp ook op de kennisagenda van SON, van de schildklierorganisatie, stond. En dat ook bij ons topprioriteit had vanuit de achterban. En we zijn ook heel blij, ik geloof dat we 4 jaar verder zijn, dat het onderzoek nu gaat starten met Marco Medici in het Erasmus. En uiteraard zijn we ook heel nieuwsgierig naar de uitkomst de komende jaren. Ja. Dus dat is mooi. Wat mij wel intrigeert is waarom de een wel zulke zware psychische klachten krijgt en de ander niet. Is daar een verklaring voor?
Nee, daar is geen goede verklaring voor. En ik vind het ook ontzettend intrigerend. Hè? Wat maakt nou dat je vatbaarder bent om bijvoorbeeld een depressie te krijgen of een psychiatrische ontregeling te krijgen? Maar ja, dat weten we gewoon niet goed. En het is eigenlijk betreurenswaardig als je ziet hoeveel effect het heeft, hoe weinig onderzoek daarnaar gedaan is. Ja, we gaan daar hopelijk verandering in brengen, want wij willen dit graag onderzoeken, maar dit soort dingen, de effecten op psyche. Maar we weten dus niet goed waarom het zo is. Nee, want het is zo belangrijk. Want stel een patiënt wordt niet behandeld met dit soort zware depressieve klachten. Wat kan er dan gebeuren? Ja, dan kan de depressie steeds erger en erger worden. En aan de andere kant van het spectrum, hè, want depressie zie je vaak bij de traagwerkende schildklier. En aan de andere kant van het spectrum heb je de te snel werkende schildklier. En dan kan een patiënt steeds angstiger worden of steeds gejaagder, geïrriteerder. En dat kan echt in hele ernstige psychiatrische ziekte vallen. Dus ja, dat kan echt heel erg worden. Dus daar moet je echt wat aan doen. Ja, dat is absoluut essentieel om in dat hele traject de patiënt daar ook op uit te vragen. Op hoe die zich voelt. En inderdaad, daarom is dat zo mooi dat jullie dat gecombineerde spreekuur houden hier in Zuiderland. Ja, en dan kom je toch weer een beetje op dat die referentiewaarde, hè, waarbij ik het eigenlijk veel belangrijker vind hoe iemand zich voelt en of ik daar dan wat mee kan doen. En of dat te verwachten is omdat we net pas de medicatie hebben veranderd, of dat dat eigenlijk niet te verwachten was en dat je daar dus toch wel graag actie op wil ondernemen. Ja, duidelijk. Nou, dank u wel voor alle informatie, voor het beantwoorden van heel veel vragen. Heel mooi om hier in Schildkliercentrum Zuid te gast te mogen zijn en wellicht tot de volgende keer. Nou, graag tot ziens. Hallo allemaal, ik ben Astrid Heesels, klinisch psycholoog binnen de afdeling klinische en medische psychologie van het Zuiderland Medisch Centrum. En ik werk in dat kader ook binnen Schildkliercentrum Zuid. Daar heb ik samen met onder andere de internist en endocrinoloog de combipoli opgezet, waarin ik als psycholoog vanaf de spreekwoordelijke voordeur ruimte probeer te maken, aandacht probeer te geven aan de impact van een schildklieraandoening op iemands leven. Ik zou jullie vandaag ook wat willen vertellen over de gevolgen die het heeft om een schildklieraandoening te hebben. En probeer daarin ook de vraag te beantwoorden, hoe kun je nou leren leven met die gevolgen? Allereerst een lijstje aan psychische klachten die wij heel veel horen bij schildklierpatiënten. En dat varieert van stemmingsklachten, angstklachten, aandacht- en concentratieproblemen, wat we ook wel cognitieve klachten noemen, veranderingen in gewicht, veranderingen in eetlust, slaapproblemen, veranderingen in seksuele interesse. Alle verschillende klachten komen naar voren. Ik wil er eentje iets verder uitdiepen en toelichten, en dat is een depressie. Als we kijken naar de kenmerken van een depressie die jullie op de afbeelding kunnen zien, dan zien jullie hier 9 kenmerken van een depressie. Jullie zullen misschien al zien, het valt misschien al op, dat er een hele grote overlap zit met een schildklierprobleem. Namelijk zeker 7 van deze 9 kenmerken komen ook voor bij een schildklieraandoening. Kijk maar eens naar een verminderde stemming, slaapproblemen, een verandering in eetlust, een verandering in gewicht, concentratieproblemen. Dat zijn zowel kenmerken die bij een depressie horen, als kunnen ook kenmerken zijn van een te traag werkende schildklier. Dat laat maar weer zien hoe complex het eigenlijk is en hoe groot de overlap is. En hoe belangrijk het ook is dat er goed gekeken wordt naar een adequate instelling van medicatie. Maar als dat eenmaal redelijk gelukt is, wat eigenlijk al een hele uitdaging is, wat de meesten wel zullen weten, dan kan iemand nog steeds aanhoudende klachten hebben. En wat dan? Voordat je een depressie mag diagnosticeren, moet je zeker weten dat er geen gedysreguleerde schildklierproblematiek meer is. Dus dat is een voorwaarde. Maar daarna moeten we kijken, wat is er vanuit psychologisch standpunt nodig? Als we gaan kijken, ik vind het als psycholoog enorm belangrijk dat er herkenning, maar vooral erkenning is voor de impact van een schildklierprobleem op iemands functioneren. Dat is helaas wat mij betreft nog niet vanzelfsprekend. Vandaar dat wij ook die combipoli hebben opgericht, waarin we daar aandacht voor willen hebben.
als je kijkt naar die impact, dan is het belangrijk om dat goed te onderzoeken wat de impact voor iemand is. Wat is nou de oorzaak en wat is het gevolg? Daar wordt heel vaak naar gezocht. Wat was er eerst? Het schildklierprobleem of de psychische klacht? Nou, het kan twee kanten opwerken. Ook dat maakt het weer extra ingewikkeld en belangrijk om bij stil te staan. Iemand die al langere tijd met schildklierproblemen kampt, kan daar ook bijvoorbeeld van uitgeput raken. Van alle behandelingen, de zoektocht naar een adequate instelling, kan iemand vermoeid maken, kan iemand ook wat moedeloos, wat somber maken. En daarmee begint het dus bij een schildklierprobleem wat uiteindelijk leidt tot een psychisch probleem. Het kan echter ook andersom. Mensen met een psychisch probleem kunnen ook een schildklierprobleem ontwikkelen. Kijk maar naar mensen met een bipolaire stoornis, oftewel een manische depressie, die daarvoor lithium gebruiken. Die kunnen op basis van dat lithiumgebruik ook ontregelen en een schildklierprobleem ontwikkelen. Dus dan zie je dat het andersom werkt. Dat het begon bij een psychisch probleem en eindigt bij een schildklierprobleem. En dan kun je ook weer vastkomen te zitten in de cirkel dat die schildklierproblemen weer tot een verergering van psychische problemen kunnen leiden. Ook dat benadrukt weer het belang van die impact waar we naar moeten kijken. Het is aangetoond dat mensen met een schildklierprobleem een lagere kwaliteit van leven rapporteren. Vrij ernstig wat mij betreft en ook belangrijk om daar dus aandacht voor te hebben. Hoe komt dat nou dat die mensen een lagere kwaliteit van leven hebben? Dat kan te maken hebben met het feit dat het gewoon heel erg moeilijk is om te leven met een chronische ziekte, wat een schildklierprobleem toch is. Het kan ook te maken hebben met de biologische componenten die een rol spelen bij een schildklierprobleem. Schildklierhormoon, wat tekort of te veel is en de invloed daarvan op het brein. Of de invloed van een auto-immuunziekte op het brein. Daarnaast is het leven met beperkingen die de aandoening soms tot gevolg geeft ook hartstikke ingewikkeld en hartstikke moeilijk. Wat ik heel vaak terughoor in de spreekkamer is dat patiënten van een medisch specialist horen krijgen, ja, het bloed is goed, kan eigenlijk verder niks voor u betekenen. Of hier moet u maar mee leren leven. Maar hoe doe je dat nou? Dat wordt er heel vaak niet bij verteld. En dat blijkt ook eigenlijk wel hartstikke ingewikkeld te zijn. Hoe doe je dat nou? En daar probeer ik samen met de patiënten naar op zoek te gaan. Hoe ga je om met de gevolgen die langer duren dan dat je misschien graag zou willen? Ik zie het niet als het eindpunt van de medische behandeling, maar als het beginpunt om te leren dealen met de gevolgen van de aandoening. Het perspectief wat wij dan kiezen is het perspectief om te kijken naar welke gevolgen heeft de schildklieraandoening voor je leven. En welke gevolgen zorgen ervoor dat je kwaliteit van leven verminderd is. En daar gaan we verder naar kijken en zal ik vandaag ook wat meer aandacht aan besteden. Van wat is dat kijken naar de gevolgen nou en hoe doe je dat? De lichamelijke klachten zijn namelijk echt. Heel vaak horen mensen, het zit misschien wel tussen je oren of stel je niet zo aan. Maar deze lichamelijke klachten zitten niet tussen de oren. Ze zijn echt, ze zijn er en ze houden vaak langer aan dan dat iemand wil. We kunnen echter ervoor kiezen om te blijven zoeken naar de oorzaak van die lichamelijke klacht. Maar we kunnen ook kijken en ervoor kiezen om meer te gaan kijken naar de gevolgen. Daarvoor kan het van belang zijn om een andere insteek te kiezen. Hiervoor is het van belang om wel iets te weten van hoe onze hersenen werken. En om te gaan kijken naar de drie systemen in de hersenen die ons aansturen. Die drie systemen zijn als eerst het gevaarsysteem. Dat is het systeem wat actief wordt op het moment dat er dreiging is en is bedoeld om ons te beschermen. Probeer je maar voor te stellen dat als er gevaar dreigt, dat het ons lichaam klaarmaakt om in actie te komen. Ik vergelijk het wel eens met een kat die rustig ligt te spinnen en die een hond voorbij ziet komen en die op basis daarvan reageert, opspringt en zich klaarmaakt om in actie te komen, om of te vechten of te vluchten. Die fight or flight reactie hebben wij mensen ook. En dat gaat vaak gepaard met een snellere ademhaling of een snellere hartslag. Het tweede is het vechtsysteem. Dat zorgt ervoor dat we op zoek gaan naar bijvoorbeeld eten. Dat we voldaan zijn. Ook daarbij kun je die vergelijking met die kat maken die ligt te spinnen. En dan gaat een muis voorbij. Die kat springt op om die muis te vangen. En op het moment dat die muis gevangen is, is ze tevreden. En gaat ze weer door naar de ontspanning. En kan ze weer gaan liggen. Dan hebben we nog een derde systeem. En dat is het systeem eigenlijk van ontspanning.
het systeem wat ervoor zorgt dat we voldaan zijn, dat we kalm zijn, dat we eigenlijk in een rustige staat bevinden. En daar waar het vechtsysteem vaak maar een kort effect heeft, heeft dit systeem een langer effect. Wat belangrijk is, is dat die drie systemen in balans zijn. En we raken vaak pas in de problemen op het moment dat een van die systemen veel actiever is dan de ander. Het kan zo zijn dat het gevaarsysteem actief is terwijl er eigenlijk geen dreigend gevaar is. Dat het aangaat op het moment dat er eigenlijk helemaal niks gebeurt. En dat is belangrijk om goed te onderzoeken van hoe werken mijn systemen nou en wanneer is een bepaald systeem misschien te actief. En kunnen we dat terugbrengen weer in de balans, want we hebben alle drie die systemen nodig om te kunnen overleven. Mits dus in de juiste balans. Dan kom ik terug op het gevolgenmodel. Dat is het model wat wij heel vaak hanteren bij patiënten om te gaan kijken van goh, hoe kun je nou die kwaliteit van leven weer verbeteren. Welke gevolgen spelen er bij jou waardoor je een minder kwaliteit van leven hebt. Jullie zien in het plaatje een voorbeeld van een gevolgenmodel. Het gaat allemaal vanuit de lichamelijke klacht. En van daaruit gaan we kijken welke betekenis geef jij aan jouw lichamelijke klacht. En welke gevolgen heeft dat voor jou. En dan kan dat op verschillende manieren zien we ook verschillende gevolgen. We zien als eerste de sociale gevolgen. Wat heeft de aandoening en de betekenis die jij geeft aan jouw klacht voor sociale gevolgen. Dat kan zijn dat je sociale netwerk anders reageert of dat jij anders reageert op je netwerk. Sommige mensen zijn prikkelbaarder bijvoorbeeld. Dat kan invloed hebben op je sociale contacten. Sommige mensen gaan op basis van vermoeidheid minder dingen doen, waardoor ze ook minder contacten hebben. Voor andere mensen is het wel moeilijk om hun werk vol te houden. Het zijn allemaal sociale gevolgen. Lichamelijke gevolgen. Misschien werkt je lichaam niet meer zoals dat je dat gewend bent. Of weet je eigenlijk niet meer zo goed wanneer je iets wel of niet aan kan. Misschien ben je vermoeider. Doordat je minder actief bent, is je conditie achteruit gegaan. Misschien heb je meer last van spierspanning en meer pijn daardoor. Dat zijn allemaal lichamelijke gevolgen. Dan heb je nog de gedragsmatige gevolgen. Sommige mensen worden net veel actiever. Gaan lichamelijke signalen negeren en blijven maar doorgaan. Andere mensen gaan weer rustig aan doen en zich terugtrekken. Dat kan allemaal een gevolg zijn van de betekenis die je geeft aan je klacht. Tot slot hebben we ook nog de emotionele gevolgen. En dat zijn de klachten van somberheid, prikkelbaarheid, dat kunnen huilbuien zijn, dat kunnen gevoelens van waardeloosheid of van falen zijn. Dat zijn allemaal emotionele gevolgen. Als we gaan kijken naar de gedachtes die we hebben, dat heeft te maken met de betekenis die wij dus geven aan de klacht. Dat zijn de gedachten die wij erover hebben. Dan kun je een onderscheid maken tussen angstige gedachten, sombere gedachten of boze, gefrustreerde gedachten. Dat onderscheid is belangrijk om te maken en te kijken waar jij zelf het meest last van hebt, om ook te zien hoe dat invloed heeft op de gevolgen. Het is van belang om dat gevolgenmodel ook als een heel persoonlijk model te zien. Iedereen geeft een andere betekenis aan zijn of haar klacht. Als voorbeeld, pijn bijvoorbeeld als klacht, als twee verschillende personen een pijnklacht hebben, dan is de betekenis die zij eraan geven van belang. Als voorbeeld, een hoogzwangere vrouw met pijnklachten die op het punt staat om een kind te krijgen, zal een heel andere betekenis aan de pijn geven dan een man die pijn heeft doordat hij aangereden is door een dronken automobilist. Die vrouw die een kind verwacht zal misschien blij zijn dat het kind bijna ter wereld komt. Terwijl die man die aangereden is door een dronken automobilist misschien vooral boosheid ervaart ten aanzien van die automobilist. En dan zie je ook dat de gevolgen beduidend anders kunnen zijn. Omdat het zo'n persoonlijk model is, is het ook belangrijk om naar je eigen persoonlijke achtergrond te kijken. Wij gebruiken daar ook wel het biopsychosociaal model voor. Waarin we gaan kijken van wat voor factoren spelen nou een rol bij de betekenis die jij geeft aan je klachten. Dan kijken we naar zaken die in het verleden zijn gebeurd. Zaken die een rol spelen bij het ontstaan van de klachten. En zaken die een rol spelen bij het in stand houden van de klachten. En daarbij maken we onderscheid tussen biologische factoren. Speelt erfelijkheid bijvoorbeeld een rol? Of heeft iemand schade door een ongeval? We kijken naar psychologische factoren. Hoe is iemands karakter bijvoorbeeld? Maar we kijken ook wel naar sociale aspecten van hoe is er omgegaan met
lichamelijke klachten of met ziekte in de familie? Of hoe wordt er steun geboden vanuit het sociale netwerk? Kijkende naar dat biopsychosociale model zien we vaak een aantal thema's naar voren komen die nog wel belangrijk zijn om wat verder uit te lichten. Dus dat zou ik ook nog even willen doen. En dan kijken we bijvoorbeeld naar angst, naar angstgevoelens. Want angstgevoelens kunnen invloed hebben op ons lichamelijk functioneren. Angst is een hele nuttige emotie, maakt ons klaar om te reageren. Maar op het moment dat ons lichaam ook reageert, op het moment dat er eigenlijk helemaal geen gevaar is, dan kan het wel een last vormen. En op het moment dat je langdurig last hebt van angst, dan heeft dat ook lichamelijke consequenties. Want als we angstig zijn, dan spannen we onze spieren aan. En als we onze spieren aanspannen, geeft dat ook weer pijnklachten. En daarmee kun je dus in een bepaalde cirkel terechtkomen die invloed heeft op de duur en de aanhoudendheid van je klachten. Op het moment dat angst de boventoon voert, kan het ook een somatische behandeling in de weg staan. En dan kan het van belang zijn om daar eerst een psychologische behandeling op te richten. Dan depressieve gevoelens. Ook dat is goed voor te stellen bij een aandoening als een schildklierprobleem. Als je al langere tijd worstelt met klachten of met het vinden van een juiste instelling of met het zoeken naar erkenning en steun, dat je daar moedeloos, somber of gefrustreerd van raakt. Ook dat kan wel weer in je lichaam gaan zitten op het moment dat dat langere tijd aanhoudt. Ook dan kan het zo zijn dat we onze spieren onbewust gaan aanspannen, wat weer meer klachten geeft. Ook bij depressieve klachten die op de voorgrond staan, kan het van belang zijn om eerst een behandeling gericht op depressieve klachten te starten bij bijvoorbeeld een psycholoog. Dan trauma. Dat is ook iets wat in het biopsychosociale model naar voren kwam. Op het moment dat je in het verleden iets ingrijpends hebt meegemaakt, kan het zijn dat dat gevaarsysteem waar ik het eerder over had, wat uit balans is. Dat het eigenlijk te snel reageert. Waardoor je ook een toename van lichamelijke klachten kan ervaren. Ook kunnen we trauma wat breder zien. Als je bijvoorbeeld vroeger in je jeugd dat je ouders er niet voor je waren, of je niet geleerd hebben hoe je adequaat met emoties of met grenzen om moet gaan, dan kan het zo zijn dat je eigenlijk helemaal niet zo goed weet hoe dat moet. En dat je misschien wel heel hard werkt of altijd maar doorgaat, lichamelijke signalen negeert. Waardoor je uiteindelijk op het moment dat je een lichamelijk probleem ontwikkelt, klem komt te zitten, vast komt te zitten met ook een toename van klachten tot gevolg. Ook dan kan ervoor gekozen worden als dat belemmerend werkt om voor traumabehandeling te gaan. Ook daar zijn verschillende mogelijkheden en opties voor. En als laatste persoonlijke eigenschappen. Sommige mensen zien het glas als half vol, de ander weer als half leeg. Sommige mensen hebben moeite met sociale interacties, hebben snel ruzie of lopen tegen conflicten aan. Zo hebben we allemaal eigenschappen. Persoonlijkheid is een combinatie van goede eigenschappen, maar ook wat minder handige eigenschappen die we allemaal hebben. Op het moment dat die negatieve eigenschappen echter meer op de voorgrond staan, of jezelf of mensen in je omgeving daar meer last van hebben, kan het nuttig zijn om daar eens kritisch naar te kijken. Op het moment dat je bijvoorbeeld geneigd bent om altijd hoge eisen na te streven en je krijgt een lichamelijke aandoening zoals een schildklierprobleem en het lichaam vraagt eigenlijk om wat rustiger aan te doen, dan kun je daarmee in de knoei komen. Dan kun je ook denken aan wat meer persoonsgerichte therapie om die niet helpende eigenschappen of die diep ingesleten patronen te leren doorbreken. Dat kan soms een hele uitdaging zijn. Ja, de betekenis van je klachten heeft dus te maken met hoe jij denkt over jouw klacht. Het kan van belang zijn om anders te leren denken. Om eens kritisch je gedachten onder de loep te nemen. En daarvoor is het wel belangrijk om te weten dat we twee verschillende soorten gedachten onderscheiden. De helpende gedachten, de wat positieve gedachten die je helpen om ergens doorheen te komen. Dat zijn gedachten zoals ik kan het aan of het komt goed. En de niet helpende gedachten die eigenlijk zorgen voor een nagevoel, voor een angstig gevoel. Dit is me eigenlijk allemaal veel te zwaar, ik kan dit helemaal niet aan, ik ben waardeloos. En het is van belang om je gedachten kritisch onder de loep te nemen en eigenlijk om niet alle gedachten direct als waar aan te nemen. Want dat is wel wat ons brein doet. Ons brein zorgt ervoor dat we eigenlijk proberen te geloven in alles wat we denken. Maar ook daarin zitten soms denkfouten of gewoon gedachten die ons niet helpen. Die ons alleen maar een nagevoel geven. Dus dat is wel een belangrijk onderdeel. Op het moment dat we daar wat meer zicht op hebben, is het ook wel belangrijk om stil te staan bij onze emoties.
Maar daarbij niet alleen de focus te leggen op de negatieve emoties, maar ook te kijken naar wat goed gaat. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus waarom zouden we dan niet aandacht geven aan zaken die goed gaan? Om daarmee misschien ook wel de goede ervaringen wat verder uit te breiden. Sommige mensen vinden het heel moeilijk om stil te staan bij hun emoties of bij wat ze voelen in hun lichaam. Vinden dat te spannend. Maken daar een soort voor- en nadelenbalans van in wat is nou positief in het voelen en wat is negatief. Mijn zin is het echter wel van belang om te leren luisteren naar je emoties, te leren voelen wat er in je lichaam gebeurt. Om ook te weten wanneer moet ik bijvoorbeeld aan de bel trekken bij mijn specialist. Of wanneer kan ik op een andere manier proberen om de spanning in mijn lichaam bijvoorbeeld te verminderen. Er zijn allerlei verschillende manieren om te leren voelen. Ik heb een lijstje gemaakt van oefeningen waarin je kan oefenen met voelen. Niet elke oefening past bij iedereen. Dus het is ook een kwestie van ervaren, uitproberen en misschien niet één keer, misschien wel meerdere keren om erachter te kunnen komen wat bij je past. Is dat een bodyscan waarin je leert om naar je lichaam te luisteren, stap voor stap je lichaam eens met je aandacht langs te gaan? Of is dat een spierontspanningsoefening waarin je leert de spanning in je lichaam te herkennen en te beïnvloeden? Maar het kan ook een ademhalingsoefening zijn waarin je leert om je ademhaling goed onder de loep te nemen en misschien wel beter te controleren. Het kan ook zijn dat een fijne plekoefening voor jou werkt. Daarbij ga je in je gedachten, in je fantasie naar een plek die voor jou prettig is. En dat kan een plek zijn waar je eens ooit geweest bent. Het kan ook een plek zijn waar je gewoon bedenkt dat het fijn zou kunnen zijn. Alleen of misschien wel met iemand. Een creatieve oefening zou ook kunnen helpen. Waarbij je tijdens het tekenen of tijdens het luisteren naar muziek probeert om goed te luisteren naar wat er nou gebeurt in je lichaam en wat je voelt. Iedereen moet ervaren wat bij hem of haar past. Maar dat zijn in ieder geval oefeningen die daarbij zouden kunnen helpen. Op het moment dat je dan geoefend hebt met voelen, dan is het ook wel belangrijk om stil te staan van goh, welke emoties spelen bij mij nou een belangrijke rol. Dat is belangrijk om te achterhalen van hoe kun je nou verstrikt raken in je lichamelijke klachten, in je gedachtes, in je gevoelens, maar misschien ook wel in je gedrag. Daarvoor zijn 3 belangrijke cirkels van emoties van belang om daar wat meer zicht op te krijgen. En dan zien jullie op de verschillende afbeeldingen de verschillende cirkels. Waarbij het van belang is om ook kritisch te kijken naar welke gedachten daarbij van invloed zijn. De cirkel van angst heeft vaak te maken met angstige gedachten. Oeh, er zal wel iets heel ernstigs aan de hand zijn. Met als gevolg dat we heel angstig en onzeker worden. Dat misschien wel een bepaalde spanning in ons lichaam ontstaat. Die weer voor een toename van lichamelijke klachten kan zorgen. Die angst kan er ook voor zorgen dat we meer gaan piekeren. Dat we ons zorgen gaan maken. En ook dat piekeren en dat zorgen maken kan leiden tot meer spanning in het lichaam. Of het minder doen, waardoor we qua conditie achteruit gaan en weer meer klachten krijgen. Dat geldt ook bij de cirkel van boosheid. Waarbij de sombere gedachten of de boze gedachten de overhand hebben. Waarom moet mij dit gebeuren? Ook dan zie je dat die gedachte invloed heeft op de ervaren frustratie. En die frustratie kan ook wel leiden tot spanning in het lichaam en een toename van een lichamelijke klacht. Maar kan ook leiden tot spanning in het contact met anderen bijvoorbeeld. De prikkelbaarheid die we heel vaak toch zien bij schildklierproblemen. Het korte lontje kan er vervolgens toe leiden dat er spanningen in het contact met anderen ontstaan. Die spanningen in het contact met anderen kunnen ook wel leiden tot bepaalde spanning in je lichaam. Wat weer tot een toename van lichamelijke klachten kan leiden. Dus ook dat is een hele belangrijke emotie om serieus te nemen en om naar die betekenis te gaan kijken. Dan hebben we nog de cirkel van verdriet. Ook die is belangrijk om daar naar de betekenis te kijken, de gedachten die je hebt over de klacht. En qua cirkel werkt die hetzelfde als die andere 2. Dan hebben we het dus gehad over je gedachtes, je gevoelens. En dan komen we nu eigenlijk bij gedrag. Anders doen. Heel vaak horen we, ja, je moet het toch zelf doen. Of ik wil en ik kan het ook het beste zelf doen. Maar het feit dat je het alleen moet doen, wil niet zeggen dat je geen hulp mag vragen. Dat is denk ik een heel belangrijk onderdeel in
je behandeling van je schildklierprobleem is dat je ook zorgt dat je je omgeving daarbij betrekt. Dat je mensen informeert over je schildklieraandoening, wat die schildklieraandoening voor jou betekent, maar ook wat voor gevolgen die schildklieraandoening voor jou en voor je leven heeft. Op die manier kunnen mensen meer kennis opdoen en mogelijk, en ik zeg bewust mogelijk, kun je daardoor ook meer begrip krijgen vanuit je netwerk. Daarbij is het misschien wel van belang om naar je netwerk toe te benoemen wat jouw wensen en behoeftes zijn, zodat mensen daar ook bij kunnen aansluiten. En misschien kun je wel specifiek bepaalde mensen vragen om je te helpen of te ondersteunen. En daarbij misschien ook wel aan te geven wat je van hen nodig hebt. Wat je wil dat ze doen of wat je wil dat ze misschien wel laten. Dat hulpvragen is voor sommige mensen wel moeilijk. Mensen willen niet tot last zijn, willen onafhankelijk zijn. Op het moment dat dat hetgeen is wat je tegenhoudt, probeer de vraag dan eens om te draaien. Als jij die ander was, zou jij dan willen helpen? Dat kan nog wel eens ervoor zorgen dat het misschien wat makkelijker wordt om toch de hulp te vragen. Ook kan het van belang zijn om je activiteitenniveau wat aan te passen. Om te zorgen dat dat meer in balans is. En dat betekent niet te veel doen, maar zeker ook niet te weinig doen. Om te kijken dat je activiteitenniveau qua in- en ontspanning goed in balans is. Ook kan het van belang zijn om je werk of je werkgever te betrekken bij je schildklierprobleem. En bij de klachten waar je tegenaan loopt. Zodat ook daar rekening gehouden kan worden met bepaalde periodes waarin het misschien wat minder goed met je gaat. Verandering in gedrag kan moeilijk zijn. Voor sommige mensen is het ook heel erg spannend om ineens hulp te vragen als je dat nooit gedaan hebt. Of om ineens je activiteitenniveau aan te passen. Zie elke stap richting verandering als een soort experiment waarin je de proef op de som neemt en waarin je gaat oefenen en pas achteraf gaat bepalen van goh, is dit nou iets wat voor mij helpt en is dit iets positiefs wat ik vaker zou kunnen doen. Als we dan bedacht hebben wat er anders moet, dan heb ik nog een aantal tips als het gaat om doelen stellen. Heel vaak als we doelen stellen, dan willen we iets vooral niet. Ik wil niet meer vermoeid zijn. Het is van belang om te kijken wat wil ik daar dan tegenover stellen. Wat zou ik wel graag willen? En wat komt ervoor in de plaats? Als tweede tip, maak je doelen ook concreet. Heel vaak zijn we te vaag in de doelen die we stellen. Ik wil bijvoorbeeld gelukkiger zijn. Nou ja, wat betekent dat? Wanneer weten we dat iemand gelukkiger is? Wat doe je dan weer wat je misschien nu niet doet? Of wat merkt je omgeving aan je als jij gelukkiger bent? En dan een derde tip, die misschien nog wel heel erg belangrijk en misschien wel de belangrijkste is maak de doelen klein. Zorg dat de doelen haalbaar zijn, zodat je ook succeservaringen opdoet. Zodat je ook merkt hoe het is om een doel te bereiken. En met klein bedoel ik echt heel klein. Dus op het moment dat je gewend bent om 10 kilometer te lopen en je denkt ik maak mijn doel klein. Ik ga 5 kilometer lopen, maak het nog kleiner en begin eens bij 1 kilometer. Maar het is wat mij betreft wel essentieel om het niet alleen te doen. Het hoeft niet alleen. Op het moment dat het nou vanuit je netwerk er niet genoeg hulp is of je blijft kampen met klachten en je zou meer hulp willen, dan is dat natuurlijk altijd mogelijk. Ik heb een rijtje gemaakt van mogelijkheden waar je aan de bel zou kunnen trekken voor professionele hulp. Dan zou je allereerst kunnen denken aan de praktijkondersteuner van de huisarts, de POH GGZ. Die is laagdrempelig bereikbaar en benaderbaar en waar je met milde psychische klachten of klachten bij aanhoudende lichamelijke klachten terecht kan. Op het moment dat je daar misschien niet genoeg aan hebt, dan zou je ook kunnen denken aan een psycholoog of een psychotherapeut in een eerste lijn. Dan zou je ook kunnen denken aan het werk aan de thema's die vanuit het biopsychosociaal model aan de orde kwamen. Angst, depressie, trauma, persoonlijkheidskenmerken. Daar zou een psycholoog of een psychotherapeut je goed bij kunnen helpen om bepaalde zaken te doorbreken. Voorts heb je ook nog de mogelijkheid van psychologische hulp binnen de ziekenhuismuren in het kader van medische psychologie. Die behandelen mensen met psychische klachten die samenhangen met een somatische aandoening, zoals een schildklierprobleem. Daarbij is het wel een voorwaarde, en dat heeft te maken met de financiering, dat iemand een lopende medische behandeling heeft. Omdat de financiering van het psychologische traject daaraan gekoppeld is. Mochten de klachten nou
lang aanhouden en niks werken en dermate ernstig zijn, dan kun je ook nog denken aan behandeling in de GGZ. Binnen Zuiderland hebben we de luxe, als ik dat zo mag zeggen, dat we zowel in het kader van medische psychologie mensen begeleiden en behandelen, maar ook in het kader van de GGZ. We hebben een spreekuurcentrum Soma en Psyche, waarin we ook mensen met een psychische stoornis in combinatie met somatische problematiek kunnen behandelen. En door de korte lijnen en de nauwe samenwerking proberen we mensen zo goed mogelijk het passende traject te bieden. Als je je als patiënt kwetsbaar voelt, niet begrepen, dan vraag je je ook af van wat kan ik doen? Wat is nou het moment dat je echt hulp moet gaan vragen? Wanneer is er een soort rode vlag dat je zegt, nou, als dat gebeurt, als je dat soort gedachten hebt, dan moet je echt hulp komen vragen? Ik denk dat die rode vlag voor iedereen anders is. Het heeft te maken met je draagkracht en de draaglast. Als dat eenmaal uit balans raakt, dat is bij iedereen natuurlijk anders. Ik denk wel dat het belangrijk is om dat ook samen met je omgeving te doen. Om ook een plan te maken van wat zijn nou signalen die bij mij horen en waar je kan opmaken dat het niet goed gaat. Niet iedereen heeft daar zelf heel goed zicht op, dus dan is het belangrijk om ook de omgeving daarbij te betrekken, zodat je een soort signaallijstje hebt van, goh, als dit gebeurt en het houdt zo'n lange periode aan, en wat is dan een lange periode? Dat kan een aantal weken zijn, dat kan ook een aantal maanden zijn, maar dan gaan we aan de bel trekken. En dat is dan ook vaak de omgeving die dat kan zien, hè? Want die ziet hoe een patiënt wegglijdt, anders reageert. Die hebben dat soms sneller in de gaten dan de patiënt zelf. Zeker als het patiënten zijn die bijvoorbeeld geneigd zijn om het allemaal zelf te doen. Die zullen niet zo snel zelf aan de bel trekken. Of mensen die misschien niet zo goed kunnen luisteren naar hun lichamelijke signalen. Die dat niet zo goed in de gaten hebben. En niet zo horen dat het lichaam een grens aangeeft. Ja. En op zo'n moment, wat zijn dan de interventies waar jullie mee aan de gang gaan? Ja, dat ligt een beetje eraan wat het probleem is. Op het moment dat iemand overbelast bijvoorbeeld binnenkomt, ja, dan ga je kijken naar wat is nou de oorzaak van dat overbelast zijn. En dat kan bij iedereen anders zijn. Dus we moeten echt een persoonlijk plan maken. Ja, dus dat is voor iedereen verschillend, voor elke patiënt. Ja. En de omgeving, ik hoor van onze ervaringsdeskundigen, dus patiënten die het mee hebben gemaakt of nog meemaken, dat er heel veel onbegrip in de omgeving is. Ja. Herken je dat? Dat herken ik zeker. En dat is ook wel de reden waarom we vanaf de voordeur proberen om er erkenning en ruimte voor te maken. Maar het is ook een heel ingewikkeld probleem, waarvan de patiënt soms zelf niet eens in de gaten heeft van, goh, wat komt nou door het schildklierprobleem en wat niet, wat al een hele zoektocht is. Ja, en als je het zelf al niet zo goed weet, dan is het ook heel moeilijk om dat over te brengen naar je netwerk. Ja, dat kan. En daarnaast is ook niet iedereen even open. En dat zorgt ook nog wel eens voor onbegrip. Mensen proberen toch heel lang door te gaan en vol te houden met allerlei gevolgen van dien, van prikkelbaarheid en gespannen. En dan pas barst de bom en dan is er heel veel onbegrip. Ja, ik hoor ook dat mensen bijvoorbeeld in hun werksituatie dan daarmee geconfronteerd worden door collega's of zelfs werkgevers. Die zeggen, joh, je bent zo anders en je hebt een heel kort lontje. En zelfs van patiënten die aangeven dat agressiviteit ook een rol kan spelen. Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat als de spanning te hoog oploopt en je te lang op je tenen loopt, dan gaat het escaleren. En dan spelen er allerlei negatieve en catastroferende gedachten een rol. Ja, en dan ga je naar het spreekwoordelijke kookpunt of eroverheen. En het is natuurlijk de kunst om signalen te gaan herkennen dat het te heet wordt. Ja. Ik noem nu het kookpunt. Je kunt het ook vergelijken met een stoplicht. Ja, wanneer ga je van groen naar oranje naar rood? Ja. Dat moet je leren herkennen. En op het moment dat je door rood gaat, kan dat enorme consequenties hebben in je gedrag. En daar help je een patiënt in dat herkennen? Ja. Daar helpen jullie ook bij? Ja, we proberen inderdaad een soort lijstje te maken samen met patiënten van, goh, wanneer zit jij in groen? Hoe voel je je dan? Wat voor staat ben je dan? En wat zou je kunnen herkennen bij oranje? En wat kun je dan dus vervolgens doen om te voorkomen dat je naar rood of zelfs door rood heen gaat? Ja, en wat zouden daar voorbeelden van kunnen zijn? Nou, stel, ik sta op oranje als patiënt. Wat zou mij kunnen helpen wellicht? Nou, het zou kunnen helpen om dan je netwerk erbij te betrekken, door erover te praten, door er ruimte voor te maken in plaats van het te negeren wat sommige mensen proberen te doen. Te hopen dat het vanzelf wel weer zakt. Het zou ook kunnen helpen om bepaalde ontspanningsoefeningen of bepaalde technieken toe te passen om weer wat meer rustig te worden.
het kan ook helpen om op zo'n moment misschien te denken, misschien moet ik mijn bloed eens laten controleren. Klopt het wel? Ja, is mijn medicatie nog goed ingesteld? Ja, duidelijk. Als je hier binnenkomt, hè, want je zei al vanaf de voordeur hebben we dat gecombineerde spreekuur. Mm-hmm. Wat zijn de stappen? Hoe ziet het zorgpad eruit? Als ik hier binnenkom met, stel, mijn referentiewaarden zijn oké, van mijn TSH, maar ik voel me toch absoluut somber en niet blij. Wat zijn de stappen die jullie hier dan ondernemen? Ja, dan proberen we inderdaad een afspraak te maken op het combinatiespreekuur, waarbij de internist en endocrinoloog toch nog eens even kritisch kijkt naar die waarden en hoe is dat de afgelopen jaren gegaan qua instelling. Zijn er veel schommelingen geweest en kunnen we daar nog iets optimaliseren? Maar ook speelt er niks anders qua interne processen. Dus er wordt somatisch nog een keer kritisch gekeken. En direct na het somatische consult vindt er ook een consult bij de psycholoog plaats, waarin we gaan onderzoeken van, goh, wat speelt er, hoe lang heb je hier al last van? En wat zijn de gevolgen voor jou, voor je functioneren? Waar loop je tegenaan? En dat is een vrij lang consult, begreep ik. Jullie nemen daar echt ruim de tijd voor, soms wel tot anderhalf uur zo samen. Ja, dat klopt. En dan komen er een aantal vervolgafspraken, kan ik me voorstellen. Ja. En dat is dan ook gecombineerd? Of kan dat ook afhankelijk van hoe de patiënt zich voelt, alleen bij jou als medisch psycholoog zijn of... Ja. Klinisch psycholoog, moet ik zeggen. Ja, we passen ons aan wat de vraag en de hulpvraag van de patiënt is. Ja. Meestal volgt er nog wel opvolging door de internist. En ik probeer de opvolging aan te passen aan de hulpvraag. En dat kan nog een eenmalige opvolging zijn na een controle bij de internist. Van, goh, ja, is er iets veranderd en is dat genoeg geweest? Maar het kan ook een heel behandeltraject zijn gericht op het leren omgaan met de gevolgen. Zie ik een depressie, dan gaan we depressie behandelen. Dus het is echt afhankelijk van wat er speelt. Soms kiezen we voor een mindfulnessbehandeling, wat ook binnen onze afdeling kan. Dus we proberen echt een adequate indicatiestelling te doen om vervolgens op te volgen. Ja, begrijp ik. Mooi. Is er een moment dat psychische klachten overgaan in psychiatrische klachten? Dat punt is er zeker, maar er is geen vast punt. Ik denk op het moment dat iemand langdurig blijft vastlopen in zowel somatische als psychische klachten, kan het psychiatrisch worden. Zijn er in het Schildklierscentrum Zuid ook psychiaters die dan naar verwezen kan worden? Of hoe gaat dat? Nou ja, binnen Schildklierscentrum Zuid niet, maar binnen Zuiderland hebben we die mogelijkheden wel. Ja. Dan kunnen we of verwijzen naar Spreekuurcentrum Soma en Psyche. Dat is de GGZ-tak waarin we lichamelijke en psychiatrische klachten gecombineerd behandelen. Dus daar kunnen we dan heen verwijzen. En als het echt puur psychiatrisch is, waarbij het helemaal los zou staan van somatiek, dan hebben we ook gewoon Zuiderland GGZ waar we naar kunnen verwijzen. Dus eigenlijk hebben jullie als Zuiderland vrijwel alle disciplines beschikbaar om de patiënt te helpen weer beter te worden. Ja. We hadden het straks over, hè, wat je als patiënt kon doen, bijvoorbeeld het netwerk inschakelen. Zijn er nog andere dingen die je als patiënt kunt doen om om te gaan met die psychische klachten? Ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn en het ligt een beetje aan in welke mate en waar je precies last van hebt. Ik denk vooral af en toe eens even stilstaan en eens even luisteren naar jezelf, wat er speelt, waar je last van hebt en daar gericht handvatten bij zoeken. En dat kan zijn ontspanningsoefening of meer tijd en ruimte nemen voor plezierige of ontspannende activiteiten. Lukt het jezelf niet om dan de juiste hulp in te schakelen? En dat kan in allerlei gradaties. Ja, dat begrijp ik. Als ik me goed herinner, gaat het er soms ook over hoe de patiënt zelf denkt en hoe die naar zichzelf kijkt. Maar hoe kun je anders gaan denken? Hoe doe je dat? Ja, dat heeft te maken met het onderzoeken van je gedachtes. En eigenlijk een beetje je eigen advocaat spelen. Dat is denk ik wat wij vaak in de therapiekamer samen met de patiënt doen. Is kritisch die gedachtes onder de loep nemen. Van wat voor een bewijs heb je daar nu eigenlijk voor? En kun je ook bewijsmateriaal verzamelen tegen deze gedachten? Kun je ook je onschuld, zeg maar, proberen te bewijzen? En op die manier, door ook eens de vertaalslag te maken van, goh, wat zou je nou iemand anders adviseren? Dat zijn allemaal kritische vragen die je jezelf zou kunnen stellen, die in ieder geval tot onderzoek leiden. En onderzoek leidt vaak tot vertwijfeling en mogelijk wel tot alternatieve gedachtes. Ja, dat is inderdaad een
mooie manier om anders te gaan denken. Ingewikkeld, maar ook daarbij kunnen jullie handvatten bieden. Zeker. Om hoe daarmee om te gaan. De tip die ik mensen zou willen meegeven is, als je de diagnose ziekte van Graves of Hashimoto hebt gekregen, zorg ervoor dat je zoveel mogelijk informatie hebt over je aandoening, over de behandelmogelijkheden. En, want alleen als je de goede kennis hebt, dan kun je een juiste keuze maken over het traject wat je te wachten staat.